ooievaars zweven richting het zuiden. En dan gaan ze van Thermicolom zwevend naar Thermicolom. En zo leggen ze een 6000 kilometer afstand naar Midden-Afrika af. De vogeltrektocht is begonnen. Lege nesten hier in Rossum. De volwassenen zijn half augustus vertrokken en de jongen zijn afgelopen week vertrokken, afgelopen vrijdag. Daar zaten 3 jongen, daar 2 jongen. En die jongen die zijn vrijvliegend. En omdat dus de jongen veel te laat uit de eieren zijn gekomen door het late voorjaar wat we gehad hebben en de ouderen vertrokken zijn en ze geen voedsel meer kregen, zijn ze op zoek naar voedsel. En ze zagen dat die jongeren wel voedsel hadden meegenomen. Dus gingen ze over de nok van het dak, gingen ze dus naar dat nest toe om daar het voedsel weg. Nou, dat zijn capriolen die we nog nooit gezien hebben. En daar blijft het niet bij. Ineens verschijnt een ooievaar hier in de keuken. Hier komt de ooievaar binnen, lopen in de keuken. En ze zoekt de weg naar buiten, maar dan komt ze weer binnen in de woonkamer. Pal tegenover de ooievaarsopvang gebeurt het ook hier bij de buurman. We hebben al 25 jaar tegenover ons ooievaars, maar nog nooit bij mij in de duin. We hebben hem naar de overkant gebracht, ja. Hij had zijn kop deze kant op liggen en ja, in een fractie van een seconde kwam hij overeind. En pikte me met zijn snavel. En zo dichtbij heeft u uw ooievaar nog nooit gezien? Zo dichtbij heb ik hem nog nooit gezien. Aan de overkant zien we ze regelmatig, maar dit was wel heel dichtbij.